Dat soort loon, het ging vrij moeizaam vandaag, hè? Goh, het was sowieso een heel moeizaam weekend. Het was gisteren heel zwaar en vandaag weer om. En ja, ik weet niet wat het is vandaag, maar het liep niet zoals het moest zijn. Was het misschien de spanning omdat je wist van je moet 1 punt, je moet 3 punten pakken? Nou, ik denk ook dat we een hele spannende competitie spelen. Ik denk, Den Haag staat natuurlijk een stuk lager, maar ik denk dat Den Haag daar niet thuis hoort. Ik denk, als je ziet nou, hoe ze vandaag spelen, Den Haag is gewoon een goede ploeg. En hetzelfde geldt voor Heerenveen, dus je moet gewoon ieder weekend moet je echt vol aan de bak. En wij moesten dit weekend punten pakken. En dat waren toch wel twee hele zware opponenten waar we tegen moesten. Ja, en als je die halve finale niet gehaald had, dan had je jezelf de kop gedaan. Ja, ik denk dat we heel goed begonnen zijn. Ik denk dat we eigenlijk ieder weekend gewoon punten pakken. We hebben het een paar keer laten liggen door schorsingen, straffen, een beetje domme fouten. Maar en door geen kansen te benutten? Ja, daardoor. Weet je, we hebben bijvoorbeeld in Den Haag hebben we verloren. Terwijl we eigenlijk daar de betere ploeg waren, dat maakt niet af. In Luik? In Luik bijvoorbeeld. Ja, daar waren we niet zo heel erg sterk. Maar weet je ziet dat je gewoon ieder weekend daar moet zijn. En alles wordt gewoon heel moeilijk. En je ziet dat vandaag ook dat je gewoon tot de laatste seconde moet strijden om überhaupt die halve finale binnen te halen. Nu is die halve finale nog niet zo ver, dat is komend weekend. Maar zou je deze lijn kunnen doortrekken de rest van het seizoen? Nou, er zit wel heel veel vertrouwen in de ploeg. Maar ik denk dat de ploeg ook best heel erg gebalanceerd is. We hebben natuurlijk 3 fantastische imposters aan mogen halen. We hebben wat oude rotten, waaronder ik zelf, maar ook Akim. We hebben 2 fantastische keepers die elkaar de hele week, maar ook in het weekend, toch wel het beste uit elkaar halen. En we hebben een paar hele leuke jongens. En jonge jongens, moet ik zeggen. Dus kijk, als team een paar stappen kunnen maken en kunnen groeien als team, dan denk ik dat we heel leuk zin kunnen hebben. Maar je hebt nog jongens aan de kant staan die voorlopig nog niet kunnen spelen, maar misschien. Ja, dat zijn natuurlijk, Tom staat natuurlijk langs de kant. Dat is natuurlijk een hele goede toevoeging als ze zou komen. Dus hij traint 2 keer de week mee. Hij mag wel nog geen fysiek contact hebben. Dus dat is echt wat denk ik voor januari. Maar het is in ieder geval wel fijn om zo'n jongen erbij te hebben. En in ieder geval de mogelijkheid te hebben dat hij eigenlijk aansluit. Dietz, dat is weer de gegner. En wat denk je? We hebben hier thuis hebben we Zaluk van het wel laten zien. Dus, maar ja, zoals ik in het begin ook zei, ik denk dat we tegen iedereen kans maken. Alleen, het zullen een zware maar mooie wedstrijd worden. Als je deze competitie bekijkt, zou je ook kunnen zeggen van dat er zijn 5-6 ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Nou, ik denk dat je daar zelfs Leuven en Mechelen toch mee doet. Want die hebben toch ook wel de punten bij andere teams zien weg te spokkelen. Alleen je ziet dat zij wat minder diepte hebben. En je ziet dat de top 5 toch wel 2,5 een goede lijn hebben. Dus ik denk dat het zeker gezien Heerenveen in Den Haag, wat Sambe laat zien, dat het een hele mooie competitie kan worden. Je hebt grote twijfel gehad om nog een keer het seizoen eraan vast te plakken. Heb je voorlopig spijt ervan? Nou, is het verkeerde weekend om te vragen? Ik was vannacht wel laat thuis. Ik moest vanochtend naar de zwemles. Nee, maar weet je, dit is heel erg leuk. Weet je, dus ik heb heel lang getwijfeld. Maar als je dan zo'n seizoen in gaat en je merkt dat het ergens naartoe kan leiden, ja, dan is dat. Dan kan ik wel zeggen van ik heb spijt. Nee, helemaal niet. Weet je, dus ik wil graag een prijs pakken dit jaar. En ik denk dat we aan de standen en aan het fans verplicht zijn om dit jaar überhaupt 1 prijs te pakken. Ja, en dan met zo'n groep, dat is gewoon lekker, hè? Ja, en dat kom je niet ieder jaar tegen. Dus weet je, het valt echt op de plek. De coachingstaf is geweldig, weet je. De atmosfeer eromheen, weet je. Eigenlijk alles is tot een puntje verzorgd. We mogen echt voor de sport die wij spelen echt niet klagen. We hebben een fantastisch mooi bestikkerde bus. We kunnen drinken en eten wat we willen. Je ziet hier het eten staan, we worden fantastisch verzorgd. Weet je. We krijgen allemaal nog een leuk centje erbij. En het is fantastisch om te zien dat iedere weekend toch wel steeds meer fans komen. Dus ik hoop dat we dat ook kunnen doorzetten. Hoe hou jij je in shape? Ik bedoel, je bent zakenman, je staat hier op het ijs iedere avond, je hebt kinderen, ik kan me niet voorstellen. Het is wel pittig. Je merkt dat je dan wel langzaam begint te schaatsen in de derde periode. En vanavond lig ik als een roosje te slapen. En dan morgen doet het heel veel pijn en dinsdag doet het veel minder pijn. En dan donderdag kunnen we weer richting het weekend. Ja, het weekend dat misschien een leuke finale plaats kan opleveren. Dus we zijn het aan onszelf verplicht om daar wel voor te gaan.